Nou, enorm bedankt voor deze hele aardige introductie. Ik vind het een enorme eer om hier de tweede Healthy Aging lezing te mogen geven. En alvast dank voor uw tijd dat u de moeite heeft genomen in zo'n drukke pre-kerstperiode hier toch heen te komen. Obesitas heeft van alles te maken met healthy aging. En vandaag zal ik u laten zien wat dat daar precies mee te maken heeft. En het treft, want deze week was overgewicht weer helemaal hot in het nieuws in Nederland. He, zo zagen we dat bijvoorbeeld voor kinderen, op het vlak van preventie, worden de snoephelden nu van verpakkingen gehaald. Hartstikke goed om mensen niet te verleiden tot het kopen van verkeerde voeding. Dus op preventievlak, dat is een heel belangrijk ding, daar kom ik later op terug. De andere kant van het spectrum, ook deze week in het nieuws, is deze dame, de zwaarste vrouw ter wereld, die deze week net een bariatrische ingreep zal ondergaan. Dus het behandelaspect van als het eenmaal te ver is, daar ga ik ook heel uitgebreid op in. En allebei is heel erg belangrijk voor healthy aging. Het begint al jong, bij kinderen, preventie en behandeling als het al te laat is. Nou, hoe ver is het nou in Nederland? Hoe is het hier gesteld? Nou, behoorlijk ernstig, want de helft van Nederland heeft al overgewicht. 13% heeft zelfs ernstig overgewicht. En ja, er is natuurlijk van alles veranderd in onze maatschappij, hè, hoe we ons gaan gedragen. En we hebben allemaal wel een mening over hoe het zover heeft kunnen komen. En de grootste factoren, hè, waar we zeggen van, nou, hierdoor komt obesitas, is toch altijd wel, nou, we eten te veel en te ongezond, enerzijds. En anderzijds, we bewegen te weinig en we zitten te veel. Dat is het, toch? Eigenlijk? Hè, dat is het. Moeilijker moeten we niet maken, of wel? Kan wel stoppen eigenlijk. Eigenlijk is het zo dat het feit dat... Dit zijn hoekstenen, natuurlijk. Het is heel belangrijk. Maar het feit waarom we de epidemie niet goed opgelost krijgen, is dat we denken dat dit het enige is. En wat ik vandaag met u wil doen, is dat er hele andere factoren ook een rol bij spelen. En dat daar ook oplossingen in verborgen zijn, hoe we met z'n allen die obesitas-epidemie kunnen terugdringen. En ik wil beginnen eigenlijk met u met te vertellen over het verhaal van Corné. Corné was een klein jongetje. Hij werd geboren in een boerenfamilie in Nederland. En nou, bleek heel gezonde baby. Hij at lekker, hij dronk de fles. Het enige opvallende was dat hij altijd honger had. Binnen 5 minuten nadat hij die fles leeg had, had hij alweer honger. Zij kreeg de volgende fles. En tegen de tijd dat hij op een gegeven moment vast voeding ging eten, toen bleek dat hij echt werkelijk alles wilde eten. Hij at alles wat los en vast zat, ook dingen die hij niet kon eten. Bijvoorbeeld blokken spinazie. Op een dag, op een gegeven moment, deed zijn moeder slotjes op de keukenkastjes. Om te voorkomen dat hij maar ook 's nachts ging eten, want hij drentelde overal heen, greep zelfs eten uit de vuilnisbakken. Altijd honger. Het oudere zusje van Corné was slank. En zijn moeder had het gevoel van, er is iets mis met mijn jongen. Dus die ging naar kinderartsen, zei, nou, wat is er aan de hand? Hij heeft altijd honger. En waar het eigenlijk op neerkwam, is dat ze bij al die kinderartsen toch het gevoel kreeg van dat ze gewoon een slechte moeder was. Want ze gaf haar kind te veel eten. Ja, dat was ook zo. Ze gaf te veel eten, maar het kind had altijd honger. En uiteindelijk kwam ze in het Sophia Kinderziekenhuis kwam hij terecht. Bij mijn collega Erika van der Akker, hij is een kinderarts en endocrinoloog. En zij vond dat Corné een MC4-receptordefect had. Waar dat op neerkomt is dat hij een foutje had, een schrijffoutje in zijn DNA, waardoor hij nooit een verzadigingsgevoel had. En, dus dat kan, het kan in de genen zitten soms, waardoor je veel honger hebt en dat kan je hongerhormonen verstoren. Nou, hongerhormonen, dat is echt wel een dingetje, want wij denken vaak, hè, wanneer zijn we verzadigd? Doordat je maag vol is. Nou, het is maar een heel klein deel van het verhaal eigenlijk, want het is met name, het is wel een beetje de rek op de maag, maar veel belangrijker nog is je maag-darmkanaal, die allemaal signalen afgeeft aan de hersenen, van, hè, en dan pas ga je stoppen met eten. Dus dat verzadigingsgevoel te stoppen met eten, dat moet intact zijn. Dat is heel belangrijk. En ik zal niet in detail op ingaan, maar ik wil hier toch laten zien. Dit is het foutje wat Corné dan had. Hè, hier in de hypothalamus, daar moet een ontvangertje zijn van het signaal wat je verzadigd laat voelen. En zoals u kunt zien, worden dat type signalen worden op allerlei niveaus gemaakt. Dus niet alleen hier in de maag, maar ook in vetweefsel. Daar wordt van hoeveel vetvoorraad is er, maar ook op hongergevoel speelt dat in. Ook de dikke darm speelt daar een rol in. Ook de dunne darm zijn overal signalen die worden afgegeven. Heel belangrijk dat die signalen goed communiceren met de hersenen.
nu zou je denken, ja, dat is heel zeldzaam. Ja, dat is ook zo. Toch zo'n 4% van de obese kinderen heeft deze specifieke mutatie. In de afgelopen 2 jaar hebben we veel meer van dit type genetische vorm van obesitas gevonden. Dus die komen wel degelijk voor. Het is goed om bewust te zijn dat ze voorkomen. Zeker als iemand zo extreme eetlust heeft. Voor Corné en zijn moeder was het extreem belangrijk om die diagnose te stellen. Waarom? Omdat vanaf dat moment ging zijn school ging helpen om de leefomgeving gezonder te maken. He, men wist ook, Corné kan niet tegen visuele prikkels, hij zal alles dan eten. Dus zijn weg naar school ging niet meer langs de snoepwinkel, maar rechtstreeks. Waardoor hij ook op een gegeven moment ging stabiliseren in gewicht. Nou, hij is inmiddels volwassen, hij loopt op mijn spreekuur inmiddels. En het is nog steeds een groot probleem voor hem. En gelukkig voor mensen als Corné, daar wordt medicatie voor ontwikkeld wereldwijd op dit moment. En hij gaat in trials meedoen. En we hopen dat we uiteindelijk op een heel ander vlak voor hem wat kunnen bieden. Maar goed, neem niet weg dat dit meer de uitzonderingen zijn. Maar toch, het weten dat die hongerhormonen een rol spelen is heel belangrijk. Waarom? Omdat het heel makkelijk op een andere manier ook gedisreguleerd kan worden. Bijvoorbeeld door een laag calorisch dieet, een crash dieet, very low calorie diet. Want wat gebeurt er als we heel erg laag in calorieën gaan zitten? Dat is nog niet zo lang geleden ontdekt. We weten dat mensen, als je een paar weken lang heel laag in calorieën gaat zitten met je eten, werkt prima voor het gewicht op de korte termijn. Iedereen zal afvallen. Maakt niet uit welk dieet, is ook onderzocht. Noem alle namen maar. Maakt niet uit, elk dieet werkt als je laag in de calorieën gaat zitten. Op de korte termijn. Maar wat dan gebeurt, is dat je hongerhormonen gaan vervolgens omhoog. Dat is één ding, dus je krijgt meer trek. Je verzadigingshormonen gaan omlaag. Dus je raakt ook niet zo snel meer vol. Dit soort mechanismen, dit soort verstoringen zijn niet alleen vlak na zo'n dieet aanwezig, maar vaak is aangetoond, een hele mooie paper staat in de New England Journal of Medicine, dat een jaar later, na zo'n crash dieet, nog steeds die verstoringen zichtbaar zijn. Dus dat versterkte hongergevoel blijft bestaan en de verbranding gaat omlaag. Dus meer trek, maar je kan niet meer zoveel eten. Maar ja, dat is het perfecte recept om weer aan te komen. Dat noemen we jojo-effect. En we weten, het jojo-effect, dat is een risicofactor voor obesitas. Want dat doen mensen denken, ja, karakterzwakte. Vorige keer heeft het goed gewerkt, komen weer aan, gaan nog een keer weer afvallen, komen weer verder aan. En zo neemt dat toe in gewicht. Dus laagcalorische diëten niet doen. Wat wel doen, dit is natuurlijk wat we mensen adviseren. Veel groente en fruit, vers en onbewerkt. Niet kant en klaar, daar kom ik aan het einde nog terug, wat daar ook nog verder mis mee is. Dit is eigenlijk gebaseerd gewoon op de schijf van 5, waar we voldoende in ieder geval over weten. Er is natuurlijk heel veel onbekend over voeding. Voedingshypes, vooral niet in meegaan. Dit is een beetje wat er wel bekend van is. Handje nootjes per dag, wat vette vis. Alcohol, staat matig alcohol. Als iemand echt wil afvallen, dan moet je gewoon eigenlijk geen alcohol. Want alcohol weten van, daar krijg je gewoon niet de energie van. Dat wordt omgezet in wit vet, onderdrukt ook de verbranding. Qua drinken eigenlijk gewoon water, koffie, thee, that's it. Niet zo moeilijk, maar wel ongelooflijk moeilijk als je hier heel goed aan wil houden. Dat is al moeilijk genoeg. In ieder geval niet laag in de calorieën gaan, schijf van 5. Maar wist u dat u die hele hongerhormonen ook kan beïnvloeden met uw gedachten? En dan moet u zich eens voorstellen. U ziet nu voor u, ziet u een doos staan, zo'n gouden doos, glimmend. En in die doos daar zitten bonbons. Probeer maar voor te stellen. Er zijn bruine bonbons, melkchocolade, misschien wat kerstkrantjes nog. Witte chocolade. Ja, u ziet hem voor u al, hè? En nu pakt u er een. Nu pakt u een bonbon en u ruikt die chocoladelucht. En nu gaat u hem in uw mond stoppen. En u proeft het zoet van de chocola en die praliné. Ja. Op dit moment bent u hongerhormonen aan het aanmaken, dames en heren. Tenzij u net al een volledige lunch op heeft, dan werkt dat niet. Maar stel, u zou nu zo meteen naar een buffet gaan en u wil wat eten. En op dat buffet, daar staat een salade en er staat een brownie. U heeft nu net uw lichaam klaargemaakt voor zoet. Want door die gedachten daaraan gaan specifieke hormonen, één bekend is natuurlijk ook de insuline, bloedsuiker gaat omlaag. U krijgt een soort van craving om nu iets suikerrijks te gaan nemen. Dat betekent dat, u weet wel dat die salade eigenlijk gezonder is en dat u die zou moeten nemen, liever dan die brownie. En toch kiezen mensen dan soms voor die brownie. Het kan nog steeds die salade. Maar wat ik hiermee wil laten zien is dat
het kiezen van voeding, het zeggen van eet maar een wortel, dat werkt vaak niet. Waarom niet? Omdat er zoveel andere mechanismen onder zitten wat je voedselkeuze stuurt. En kijk, de voedingsmiddelenindustrie weet dit perfect. Hè? Die maken er gebruik van, maken reclames met geuren in winkels, met posters, met lekkere dingen erop. Die beïnvloeden gedachten, je lichaam gaat klaarstaan, je gaat dingen kopen. Maar er zit ook een oplossing in verscholen. Want hoe kan je nou mensen met obesitas hiermee behandelen? Cognitieve gedragstherapie. Hè? Eet maar een wortel, alleen maar dat zeggen, dat weten mensen wel dat dat ongezonder is dan die reep chocola. Of gezonder is dan die reep chocola. Moet niet de verkeerde kennis overdragen. Maar toch is dat moeilijk. En met cognitieve gedragstherapie kan je juist die gedachten vervangen. Waardoor, dus dan ben je al een stadium ervoor. Waardoor je andere gedachten hebt erover. En je lichaam dus anders, de hele biologie, je niet vertelt om het verkeerde te kiezen. Dus dat is een ongelooflijk belangrijke. En datzelfde gaat met die cognitieve gedragstherapie. Kan je nog veel meer, ook allerlei conditioneringsdingen van, hè, 's avonds na het eten kopje koffie, koekje erbij. Dat is een vaste koppeling. En dat koekje wordt vaak dan weer rolkoekjes bij mensen met obesitas. Ontkoppelen met gedragstherapie. Hè, kopje koffie kan je ook losnemen zonder koekje. Dat je niet automatisch al voorbereidt. Hetzelfde geldt voor emotie eten, voor troost eten. Het zijn allemaal mechanismen waarbij de psyche een hele grote rol bij speelt. Daar kan je een oplossing ook verder in vinden. Het probleem is nu dat dit soort behandelingen bijna nergens vergoed worden. Toevallig hebben we het in het Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam, krijgen we dat van de zorgverzekeraar vergoed. Het staat al werkelijk 5 jaar in de zorgstandaard overgewicht Nederland. Dus met alle partijen die met obesitas te maken hebben, hebben we gezegd, dit vinden we belangrijk. En als voorstadium werkt het niet, dan kan je eventueel afhankelijk van criteria nog een bariatische ingreep doen. Het probleem is dat dat dus niet vergoed wordt. We zijn enorm in gesprek erin. We hebben net toevallig vorige week gesprek gehad met het ministerie van VWS en Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars. Uiteindelijk wil nu wel iedereen dat soort gedragsveranderende leefstijlinterventies gaan implementeren. Dus wie weet staan we aan de vooravond van een grote doorbraak hierop. Ik denk dat we op zo'n manier veel effectiever kunnen zijn. Een ander ding wat natuurlijk heel belangrijk is bij obesitas is... Wat is de socio-culturele context waar iemand uitkomt? Hè? In sommige culturen bijvoorbeeld is eten is gastvrijheid. Hè? Dus als je buurvrouw net 3 dagen een grote rijsttafel is staan koken en die nodigt je uit om te eten, ja, dat is toch wel een beetje sociaal lastig als je dan zegt, nou, ik neem maar 1 hapje. Hè? Dat wordt moeilijk geaccepteerd. Hè? Mensen worden gestimuleerd dan heel veel te eten. Dus op die cultuur dat betrekken bij een aanpak, dat is ook heel belangrijk. Een ander onderdeel, een verborgen dikmaker, is stress. In de afgelopen decade zijn we met z'n allen veel gestresster geworden, gemiddeld genomen. En stress, dan gaat je lichaam stresshormonen produceren. En op dit onderwerp wil ik wat dieper met u ingaan, omdat ik denk dat dat een hele belangrijke factor is, ook bij de obesitas-epidemie. Wie van u is wel eens gestrest geweest? En wie van u is nog nooit gestrest geweest? Nou, toch goed dat iedereen een antwoord ook op heeft. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet gezegd wat ik bedoel met stress. Want we hebben natuurlijk heel veel soorten van stress. Wat we kennen is de acute stress. Hè, dat is bijvoorbeeld deltavliegen. Ja, u ziet hier een herkenbaar iemand wellicht. Ik kan zeggen, hier ziet u mij nog lachen. Ik zeg, dat is behoorlijk nep, moet ik zeggen. Want ik zal u 1 minuutje eerder laten zien. Dat is hier. Ik kan u vertellen, dit was in Brazilië. Ik had net van een Braziliaan wat uitleg gekregen die wat slecht Engels sprak over hoe ik dit moest aanpakken. Vervolgens moet je dan minutenlang staan wachten tot de wind goed is. En wat in deze minuten gebeurt, u ziet alweer dat ik hier wat minder lag. Wat hier gebeurt is, mijn lichaam maakt hier noradrenaline aan, adrenaline. En vlak daarna een hoge dosis cortisol. Hartstikke goed. Waarom? Omdat op dit moment hier gaat mijn hartslag gaat omhoog. Heel goed, want mijn bloeddruk gaat daarmee omhoog. Dus mijn hersenen worden goed voorzien van bloed. Ik moet geconcentreerd zijn. Ik heb net uitleg gehad over wat ik allemaal moet doen. En wat er gebeurt ook als ik dat niet goed doe. Hè, aan het einde van dit plankje was een ravijn. Als je het niet goed doet, dan ga je de verkeerde kant op. Concentratie heel belangrijk. Dus voor de hersenen enorm goed. Moet je een examen doen. Acute stress. Echt heeft goede effecten. Vervolgens moet het ook zo zijn dat die hoge bloeddruk en hoge hartslag heel goed. Omdat je hier, ik kreeg de instructie zo hard mogelijk te rennen.
Dus bloed moet naar je spieren gaan, want je moet kracht bijzetten. Zelfs als een beer achter je aankomt of wat dan ook. Om zo hard mogelijk te rennen. Als je dat niet doet, dan ga je net scheef. Dan kukkel je over het randje en dat grafijn is toch best hoog. Dus ja, dit is acute stress. Heel functioneel om goed die bloeddruk omhoog te kunnen pompen. Die stresshormonen heb je nodig op dit moment. Waar het om gaat is natuurlijk van andere vormen van stress op het moment dat het... je hebt wat weer... Dit is echt de acute stress, zo weer over, als het goed is. Probleem raakt als je ander soort van stress, bijvoorbeeld live events, het verlies van een dierbare of een scheiding of iets waarbij ook acute stress is, maar die houdt vaak veel langer aan, weken tot maanden. En we kunnen het ook over hebben over chronische stress. Hier kan op een gegeven moment hier de rust wederkeren. Maar in sommige gevallen van chronische stress komt die rust helemaal niet meer terug. Dan blijft die stress hoog. Denk aan, bekend is natuurlijk de werkbelasting. Als de werkbelasting hoger is dan wat iemand aan kan, ja, dan is er chronische stress. Maar denk ook aan lichamelijke stress. Chronische pijn bijvoorbeeld verhoogt ook chronisch het cortisol. Marathonlopen, ook chronische stress. Het lichaam maakt eigenlijk geen onderscheid of het nou psychische stress is of lichamelijke stress. Je hebt allemaal vormen van stress. En wat belangrijk is, acute stress prima functioneel. Uitknop moet het goed doen. En die uitknop, dat zijn eigenlijk twee eiwitjes in het lichaam. Enerzijds de glucocorticoïdreceptor, aan de andere kant de mineralocorticoïdreceptor. Het zijn twee eiwitjes die belangrijk zijn voor de verwerking van het stresshormoon cortisol. En waarom noem ik die eiwitjes? Omdat die komen zo meteen nog aan bod. Een heel goed model voor stress eigenlijk is, wat doet dat stresshormoon met je lichaam? Een heel goed model, dat is eigenlijk het syndroom van Cushing. Dit zijn patiënten die ik in mijn praktijk ook veelal zie. Dat is natuurlijk meer een academisch ziektebeeld, zeldzaam. Maar wat mensen met syndroom van Cushing hebben, die hebben ofwel te veel productie vanuit de bijnieren of vanuit de hypofyse. Uiteindelijk hebben ze veel te veel cortisol in het lichaam, niet door psychische stress, maar doordat hun lichaam gewoon per ongeluk te veel maakt. Nou, wat gebeurt er bij deze mensen? Die krijgen allerlei aandoeningen van een dikke buik, opgezwollen gezicht, diabetes, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, maar ook psychische effecten. Ze worden depressief, concentratie wordt minder, het vermogen voor imprinting wordt minder, dus cognitieve stoornissen ook. Veel infecties, blauwe plekken, heel scala aan dingen. Maar een aantal dingen zal u hier herkennen. Dit zijn toch ook gewoon, het eerste rijtje ziet u, het zijn componenten wat we bij elkaar noemen het metabool syndroom. Dit ziektebeeld is zeldzaam, maar speelt cortisol misschien ook een rol in de bevolking in het ontwikkelen van obesitas en metabool syndroom. Daarnaast is het ook zo, ik kom op dit onderwerp zo meteen terug, maar het is zo dat ook de gevoeligheid voor een individu voor het stresshormoon cortisol heel verschillend is. Zoals u hier zit, is er variatie in hoe gevoelig u bent. En dat is voor een deel al genetisch bepaald. Zo is bijvoorbeeld zo ongeveer 5-6% van u zal eigenlijk relatief ongevoelig zijn voor dit cortisol. Dan kan je heel lang hoog stress hebben, maar het doet niet zoveel op je lichaam. En ongeveer ruim de helft is verhoogd gevoelig. Nou, hoe komt dat? Cortisol dat stroomt gewoon door de bloedbaan. En uiteindelijk kan het pas een werking hebben als het de cel ingaat. En in de cel zit de receptor. En als het bindt aan de receptor, heb je een effect. Nou, en sommigen zijn dus heel gevoelig ten aanzien van die receptor en sommigen ongevoelig. Nou, daar zitten genetische varianten van de glucocorticoïdreceptor. En dat zijn deze. Deze twee geven een overgevoeligheid. Dus heel ongunstig voor vetmassa, spiermassa, depressie en verhoogde kans op diabetes. Eigenlijk een beetje Cushing-achtig. Dus je hebt meer effect van het cortisol. En die mensen, van u, 5-6% van u die ongevoelig is, ja, die hebben eigenlijk een gunstige lichaamssamenstelling. We hebben jarenlang onderzoek allemaal naar gedaan. Dus vonden bij vrouwen vonden met name een smalle taille. Bij mannen vonden met name meer spiermassa, gemiddeld 5 kilogram meer, langere lichaamslengte. Sterk gereduceerde kansen op diabetes, ook lager cholesterol. Ze leefden ook langer, minder dementie, aan alle kanten gunstig als je minder gevoelig bent voor je eigen cortisol. Nou ja, dit is in de genes, dus je kan er niet zoveel aan veranderen, want het is gewoon een aanleg. Maar je kan natuurlijk wel de context in de exposure naar stress veranderen. Dit is een onderzoek van mijn promovendus Vincent Wester. Ik vond het wel leuk om te laten zien omdat hij ook Lifelines data ervoor heeft gebruikt. Dus die komen eigenlijk met dank aan u uit Groningen.
En hij heeft met name ook zich gericht op die N363, die je dus eigenlijk hypergevoelig maakt. Daar hebben we ook op celniveau in het laboratorium allerlei testen gedaan, bioassays, en ook echt gezien hoe hypergevoeligheid dan ontstaat voor dit soort stresshormonen. Dus echt een functionele genetische afwijking. En het grappige is dan, als je dan kijkt in lifelines, dan vond Vincent dat juist per geslacht gekeken wat de effecten waren, of het een verhoogd risico gaf op metaboolsyndroom. En dan zag je bij de mannen die dan onder de leeftijd van 47, onder de mediane leeftijd, dus jonge mannen, dat die een groter risico hadden, maar ook de mannen die juist een lage educational status, dus een laag opleidingsniveau hadden. En dat staat toch wel ook voor een deel voor de SES, voor de socio-economic status. Dus voor ook een hele context die daar vaak aan vastzit. En dit laat toch ook wel een beetje zien dat je dan heel sterk een gen-omgevingsinteractie kan hebben. Goed, we hebben het hier. Nou, dit is dus onderdeel, zou je kunnen denken van, speelt het een rol in de normale bevolking? En waarom doen we zo ingewikkeld, zitten we op genetisch niveau te kijken? Kan je nou niet gewoon in bloed meten bij iemand van, hoe hoog is een cortisol? Nou ja, dat kan ook wel. Je kan gewoon cortisol meten in bloed. Maar het probleem is van cortisol, is dat heeft een heel sterk dag-nachtritme. Hoog in de ochtend, vlak voordat je wakker wordt, wordt het heel hoog. Een soort wakkerwordhormoon. Dat gaat in de loop van de dag omlaag. En tussen middernacht en 3 uur 's nachts is het op zijn allerlaagst. Heel belangrijk ook voor slaapkwaliteit, dromen. Daarin zit ook nog een keer pulsatiliteit. Dus dat geeft heel veel variatie, per dag ook heel verschillend. En als we bij iemand bloed gaan afnemen, dan is dat voor heel veel mensen een stressmomentje. Dus wat meet je eigenlijk? Eigenlijk meet je het tijdstip van de dag, je meet zit iemand in een puls of niet, en is bloed stressvol voor iemand. Nou ja, dat kan u willen weten, maar als je echt een lange termijnswaarde wil weten, zegt dat eigenlijk helemaal niks. Nou, dat afgelopen jaren. Ik ben altijd helemaal voor ook interdisciplinair werken, andere onderzoeksvelden. En ik heb heel veel geleerd van de forensisch geneeskundigen. En, want die gebruiken hoofdhaar al jaren als matrix voor allerlei stoffen. Die meten er allerlei drugs in en toxines. En in hoofdhaar kan je ook heel goed steroïdhormonen meten. Het mooie is, haar groeit 1 centimeter per maand. Dus elke centimeter van het haar, dat geeft een gemiddelde van cortisol van die bepaalde maand. Dus neem je 3 centimeter, heb je een gemiddelde van 3 centimeter. Zo kan je zelfs tijdlijnen van het hoofdhaar maken. Hè. Bij mij kan meer dan een jaar, denk ik, wel terugkijken. Hè, zitten er stressmomenten in, live events kan je erin terugzien. Je kan er een hele hoop mee en het is niet invasief. Prima geschikt voor epidemiologisch onderzoek. Dus ja, die methode, en we hebben als eerste eigenlijk die methode ook in Nederland geïntroduceerd en verder doorontwikkeld, waar die echt ook heel gevoelig is. En dat gaf ons eigenlijk voor de eerste kans om die vraag dus te beantwoorden. Speelt cortisol ook een rol bij obesitas? Nou, een hele simpele studie eerst maar eens gedaan en gewoon gekeken, zijn mensen met die obesitas hebben, zitten ze hoger in de lange termijn haar cortisol? En het antwoord is ja. Bij overgewicht ziet hij dat verschil nog niet. Deze mensen hebben vaak ook nog niet metaboolsyndroom. Hier ziet hij, en let op de schaal, sterk verhoogd risico bij mensen met obesitas op het hebben van een hoog cortisol. Grappig is dat onze Duitse collega's die ook die haarcortisolmethode gebruiken, ook al vonden dat dit toch ook wel de groep lijkt die geassocieerd is met metaboolsyndroom. Dus je kan misschien zeggen van je hebt mensen met hypercortisolistisch obesitas en misschien zijn dat wel de mensen die in de loop van de tijd metaboolsyndroom gaan ontwikkelen. Nou ja, als dit op de volwassen leeftijd is, als we het hebben over healthy aging, dat gaat natuurlijk op voor alle leeftijden. Healthy aging is eigenlijk iets wat begint op de kinderleeftijd. Op preventievlak, maar ook op dingen als cortisol. Dus we waren erg geïnteresseerd, wanneer begint dit proces eigenlijk al? Daarvoor hebben we een studie gedaan in 3000 kinderen van 6 jaar oud van de Generation R-studie in Rotterdam. En tot onze verbazing zagen wij dat op de leeftijd van 6 jaar oud, dat het hoogste kwartiel van cortisol, ziet u hier, dit zijn haar cortisol quintielen, hoe hoger, dit zijn de hoogste quintielen, in het hoogste kwintiel van haar cortisol zagen we een bijna 10-voudig verhoogd risico op te hebben van obesitas. En dat was niet alleen obesitas, we hebben ook DEXA-scans gemaakt om de vetmassa en spiermassa en alles te meten. En dat was met name vet, pure vet, en dan in de buikstreek. Typisch het cortisol-effect, want dat geeft vet in de buikstreek.
Ja, dat is dus cortisol heeft een relatie met obesitas, metabool syndroom, heeft ook effect op hart- en vaatziekten. Daar hebben we ook een studie naar gedaan in ouderen, van de laatste studie in Amsterdam. Daar hebben we haar geknipt van zo'n 280 ouderen. Daarmee wilden we kijken van, is daar ook hoog haarkortisol? Is dat geassocieerd met meer hart- en vaatziekten? Zo is ons onderzoek vervolgens in de wereldpers terechtgekomen met deze conclusie. Dit is de link tussen stress en hart- en hartziekte en diabetes. Dat is cortisol. Dat is wat kort door de bocht natuurlijk hier. Ik word hier ook geciteerd dat het dan even sterk een risicofactor is of een even gelijk verhoogd risico geeft als de traditionele risicofactoren. Hoge bloeddruk, roken, abdominale obesitas. En dit zijn de data eigenlijk in het kort daarvan. Wat we ook hier zagen is het hoogste haarkortisolkwartiel. Die mensen hadden 2,5 keer hoog risico op het hebben van hart- en vaatziekten. En inderdaad, in deze groep ouderen was dat gelijk aan het hebben van hoge bloeddruk of hoog cholesterol. Dus misschien is het inderdaad dat stress gewoon een even sterke risicofactor is voor overgewicht en hart- en vaatziekten. Nou ja, dit is mijn inziens eigenlijk nog een pilotstudie geweest. We zijn nu, ik heb inderdaad net een VIDI-beurs gehaald, om juist dit groot uit te gaan zoeken, gebruikmakend van de Lifelines data, om heel goed te kijken, longitudinaal, zijn dit inderdaad mensen die hart- en vaatziekten gaan ontwikkelen en metabool syndroom in de loop van de tijd ontwikkelen. Is het echt een risicofactor die we uiteindelijk gewoon in de eerste lijn, in de spreekkamers, gewoon een plukje haar moeten meten en een goede voorspeller hebben en misschien ook een target voor behandeling? Goed, dat wordt vervolgd. Over 5 jaar hebben we het antwoord. Dit, dames en heren, is geen toeval. Als we stress terugspellen, dan krijgen we dessert. En ik zal u laten zien waarom dit geen toeval is. Het is zo dat cortisol, we weten, bijvoorbeeld bij syndroom van Cushing, dat het kan leiden tot gewichtstoename. Nou, hoe gaat dat dan? Nou, er zijn een aantal mechanismen. Eén mechanisme daarvan is dat het heel selectief vet toestuurt naar de buikstreek en afhaalt van de armen en de benen, hypertrofie van de vetcellen en de differentiatie van die vetcellen echt buikvet geeft. Het stuurt cortisol vet naar de buik. Dat is het slechte vet, weten we, want dat geeft natuurlijk juist die hoge bloeddruk en hoge cholesterol. Vet op de heupen is misschien niet zo esthetisch, maar het is niet zo erg als vet in de buikstreek. Een ander mechanisme is wat het doet, is het geeft een signaal af aan de hersenen om trek te krijgen. Het stimuleert de eetlust. En het stimuleert niet zomaar de eetlust, het stimuleert de eetlust voor hoogcalorische voeding. Het geeft snacktrek. Stresshormonen geven snacktrek. En het grappige is dan weer dat er weer aanwijzingen nu komen dat comfortfood en met name de hoogglycemische voedingsmiddelen, dat die vervolgens je cortisol kunnen verhogen. U voelt hem al, hier komt de vicieuze cirkel aan. Hè? Want dat gaat cortisol omhoog, dat stimuleert weer de snacktrek. En de hoogglycemische voeding stimuleert weer cortisol. Waar iemand ook dan insteekt, hè, of het begint met vet eten en het cortisol wordt gestimuleerd en dat wordt een vicieuze cirkel, of het begint met stress en dat zegt tegen het brein, je moet meer eten. Mensen komen op een gegeven moment daarin vast te zitten. Hè. Dus we zien ook dat cortisol zo sterk verhoogd is, obesitas. Mensen zitten soms vast in een cirkel. En wat ik ook heel interessant vond, een paar maanden geleden is net een paper verschenen, dat mensen met obesitas, dat mensen die zich veroordeeld voelden of gediscrimineerd voelden op basis van hun gewicht, dat die mensen binnen obesitas nog hoger cortisol hadden. Dus het feit alleen dat ze veroordeeld worden daarop, dat geeft dan weer een verhoging van cortisol. En dat is misschien dan iets wat we ook als aangrijpingspunt kunnen nemen. Hè. Laten we stoppen met veroordelen om mensen ook uiteindelijk te helpen met een beter gewicht. Derde mechanisme houdt van mij te goed, want daar kom ik later op terug. Daar moet ik eerst iets anders nog voor toelichten. Goed, we hebben de stresshormonen gehad. Een andere dikmaker is slaaptekort. Ook in de afgelopen decade met de toename van obesitas zijn we minder uren gaan slapen gemiddeld. Dat heeft van alles te maken, bijvoorbeeld die iPhones en studies bij kinderen dat ze meer op de iPhone kijken. 'S nachts houd je wakker met dat licht. En we weten al, als je van 8 uur naar 6 uur slaap gaat, dat je al je stresssysteem activeert.
Daar hebben we meer. Het cortisol bijvoorbeeld gaat omhoog. Hetzelfde geldt voor mensen die in ploegendiensten werken. Hè. 10% van de Nederlandse bevolking werkt in ploegendienst. Ook daar vonden we ook met die haarcortisolmethode veel hoger haarcortisol, wat direct correleerde met een hogere BMI. We weten ook bij ploegendienst vaak dat er ook toch meer snacktrek ontstaat en meer wordt gesnackt. Dus dat is ook een aangrijpingspunt, dat je die schema's zo maakt die de minste biologische verstoringen geven. Want naast cortisolverhoging geeft slaaptekort ook een verhoging van allerlei hongerhormonen. He, dus je eetlustsysteem, wat ik in het complexe plaatje eerder heb laten zien, dat raakt ook verstoord door slaaptekort. Dus niet alleen zeggen, eet maar een wortel, maar goed uitgerust zijn slapen is ook net zo goed belangrijk om goede voedingskeuze te maken, om gezond te kunnen eten. Ander belangrijke dikmaker is medicatie. Daarvoor wil ik u eerst vertellen over Marie. Marie was een patiënt van mij, die kwam als nieuwe. Het was een 20-jarige vrouw. En zij komt mijn spreekkamer binnen, ze gaat zitten op de stoel. En ze vertelt dat ze in een paar weken tijd meer dan 10 kilo ineens is aangekomen. Allemaal in de buikstreek. En op het moment dat ze dat vertelt, dan barst ze ineens in tranen uit. Ze is enorm verdrietig erover. En waarom? Zij eet heel gezond, eet elke dag ontzettend veel groente en fruit. En ze sport elke dag. En ze blijft maar aankomen. En wat blijkt, zij is zelf doet ze een opleiding, voeding en beweging. Ze geeft workshops aan mensen, hoe moet je nou gezond eten, hoe moet je bewegen. En ze komt zelf maar aan en aan. En zij kreeg het gevoel dat ze eigenlijk niet serieus werd genomen als leefstijlcoach. Want ja, men dacht, ja, ze eet maar raak. En wat mij wel opviel bij haar is dat ze had met name dus die buikomvang die toenam. Ze had wat bolle wangen. Ergens had ze toch wat kenmerken die me deden denken aan het syndroom van Cushing. Dus ik heb me laten verleiden. Ja, als academische dokter mag je dan onderzoeken inzetten. Dus ik doe testen naar cortisol. En wat blijkt, ze heeft extreem verlaagd, onmeetbaar laag, cortisol in de urine. Dat betekent dat ze het van buiten binnen moet hebben gekregen. Want onmeetbaar laag, dan kan je niet mee leven. Dus niet met leven verenigbaar. Zonder cortisol kan je niet leven. Dus zij moet het van buiten hoe dan ook hebben binnengekregen. Wat bleek? Inderdaad, ze had beenklachten. En zij had een aantal maanden ervoor had ze een keer een kortinjectie gekregen. Een corticosteroïdhoudende injectie in een gewricht. Nou, is dit iets wat een extreme bijwerking is, want dit is echt, er krijgen ontzettend veel mensen gewrichtsinjecties. En dit is echt iets niet wat heel erg veel voorkomt op deze manier. Ik zie er zelf een paar keer per jaar dat soort ernstige bijwerkingen daarvan. Maar wat we ons wel moeten realiseren is dat corticosteroïden zijn ongelooflijk veel om ons heen. Hè. Mensen gebruiken dat soms als medicatie voor reuma of astma. Hè, dan kennen we het vaak als middelen als prednison of dexamethason. Hè, dus in de vorm van pillen. Maar we kennen het ook in allerlei lokale vormen. Bijvoorbeeld inhalatiepuffertjes, crèmes op de armen, nasonex-neusspray, oogdruppels, oordruppels, noem maar op. Het zit in ongelooflijk veel producten, ook maag-darmproducten. En daarvan denken we, het werkt lokaal. Maar de vraag is of dat echt inderdaad alleen maar lokale werking heeft. We gebruiken het massaal. U kan hier de meest voorkomende zien. Zo'n 2 miljoen gebruikers alleen al in Nederland van dit soort lokale middelen. En de corticosteroïden, dat is gewoon een zusje van je eigen cortisol. Hè? Dus dat kan dus een potentieel ook toename buikomvang en toename van de eetlust, van de snacktrek geven. Weten we dan niet zo goed of het lokaal ook zo werkt? Nou, we hebben wat voorzichtige studies. Er is een grote meta-analyse in Leiden gebeurd. Daar zie je al dat er systemische effecten kunnen zijn. Zeker van die injecties dan toch weer. Dan zie je bij de helft van de mensen van die injecties toch systemische effecten, dus effecten over het hele lichaam. Wij vonden in een kleine studie die we in Lifelines deelnemers hebben gedaan, daar vonden we onderdrukking van het haarcortison, dat is ook weer een zusje ervan, een corticosteroïde, lange termijn. Dan zagen we dat als mensen geen corticosteroïde gebruiken, dan zaten ze zo met het niveau. Met systemisch onderdrukten ze, dus dat betekent dat het van buitenaf komt, je hoeft het zelf minder te maken. Dus dat betekent dat het systemisch terechtkomt. Maar ook dus bij lokaal zag je toch wel degelijk dat er sprake was van significante onderdrukking. En dat gold voor bijvoorbeeld de inhalatiesteroïden, de nasale, maar ook voor de topica. Op dit moment zijn we een hele grote studie aan het doen in heel Lifelines met 150.000 deelnemers naar die met name ook inhalatiepuffertjes om te kijken van in hoeverre draagt dat bij metabool syndroom en hart- en vaatziekten. En ik kan u de resultaten nog niet verklappen, want we zijn de studie aan het afronden, maar ik kan u verzekeren dat u in de komende maanden daar zeker meer over gaat horen.
Als we het toch over medicatie hebben, verborgen dikmaker is medicatie in bredere zin ook. Een aantal medicamenten weten we heel goed, hè, antidepressiva, antipsychotica, antiepileptica. Dit soort middelen zijn soms niet te vermijden. Mensen met obesitas is soms goed, hè, als ze liever een middel krijgen wat niet gewichtsverhoging geeft. Maar wat moet, dat moet. Andere medicatie waar het minder van bekend is, is bijvoorbeeld bepaalde anti-hoge bloeddrukmiddelen of bepaalde maagzuurmiddelen of anti-allergiemiddelen. Dat zijn middelen die enorm veel worden voorgeschreven, of antidiabetica, juist bij mensen met obesitas, zeker bloeddruk- en diabetesmiddelen. En nou zien we vaak dat die een hele lijst van dat soort gewichtsverhogende bijdragende middelen hebben. En deze kan je vaak wel weer vervangen door een middel wat niet gewichtsverhogend werkt. Dus hier zit wat speling in. En nou zal dit bij iemand, is dit vaak niet de oorzaak van obesitas, maar iemand is obees. Die wil misschien gaan afvallen. Als iemand allemaal dit soort middelen gebruikt, dan is het handig om vlak voordat iemand een interventie of een behandeling ondergaat, om te kijken of al dat soort middelen gereduceerd of zelfs gestopt kunnen worden, zoveel mogelijk, zodat iemand de kans ook krijgt makkelijker om af te gaan vallen. He, dat je de remmers gewoon uit de weg haalt. Dus dat je mensen meer de mogelijkheid geeft. Goed, dus we hebben medicatie gehad. Een andere verborgen dikmaker of die daarmee samenhangt is bruin vet. Wie van u heeft gehoord van bruin vet? Nou, ongeveer de helft. Dat is mooi. Bruin vet is eigenlijk het goede vet. Wat bruin vet doet, is eigenlijk het zet calorieën om in warmte. Hoe mooi is dat? Dat is natuurlijk eigenlijk de holy grail. Hè, hoe meer je bruin vet hebt, hoe meer je gewoon calorieën verbrandt. Dus dat betekent dat het niet om wordt gezet in wit vet. En nog niet zo lang weten we dat het bruine vet ook bij de mens aanwezig is. Prachtig onderzoek uit Maastricht gedaan, ook van de Nederlandse groep van Mark en Lichtenbelt. En wat blijkt, dat zit dan langs de ruggengraat, de schouder, de nek, bij de nieren. En dit bruine vet is dus belangrijk voor je verbranding. Nou weten we dat mensen met obesitas hebben minder bruin vet. Dus die kunnen minder verbranden. Ja, dat is natuurlijk wel heel jammer. Want die hebben het eigenlijk heel hard nodig. En het goede nieuws is, en dat is nog niet zo lang geleden ontdekt, je kan dat ook bij obesitas stimuleren. Nou, hoe kan je dat dan stimuleren? Bewegen. Dat is wel een dingetje bij obesitas, daar kom ik zo op terug. Maar er is nog een andere manier. Met kou. Met een koude temperatuur kan je bruin vet stimuleren. U hoeft zich niet ongerust te maken, u hoeft niet in een vriezer te gaan zitten voor kou. Er is een mooie studie die laat zien als wij 2 uur per dag, ze hebben proefpersonen 2 uur per dag, bij 17 graden laten doorbrengen. En dat 2 uur lang per dag. En wat zien we? Hier zien we PET-scans. En u ziet aan de rechterkant na de interventie en de linkerkant ervoor. En dat groene, dat is, laat zien hoeveel de bruin vet oplicht. En dan is het in getalletjes weergegeven, dat zit in de rode balkjes hier. Bij 6 weken ziet u duidelijk een toename van die bruin vetactiviteit. Nou, dat is mooi, vertaalt dat zich ook in minder vetmassa? Ja, mensen die in de kou hadden gezeten bleken significant afgevallen te zijn in vetmassa. Zonder dat ze ook afvielen in spiermassa. En dat is essentieel. Kijk hier in fat-free mass. Neigt eerder zelfs omhoog. En dat is bijzonder, want als mensen gaan afvallen, mensen met obesitas gaan afvallen, wat er vaak gebeurt, gaan kilo's kwijt. Dus wat er vaak ook gebeurt, is dat je spiermassa erbij verliest. Het is een beetje alsof ik met mijn weekboodschap een trap op moet, dat kost spierkracht. En als iemand obees is, die hebt vaak veel spieren. Dus op het moment dat je afvalt, verlies je spiermassa. Dit is een hele gezonde en mooie manier om af te vallen. Dus ja, dat wil je natuurlijk graag stimuleren. Ja, met kou. Ja, het is in deze maatschappij natuurlijk ook zo dat we comfortabeler zijn gaan leven. Hè. We zijn we zetten de verwarming hoog, goed geïsoleerde huizen, prima winterjassen, verwarming in de auto. Wie weet dat dat nog een bijdrage heeft geleverd aan de hele epidemie. Het betekent in ieder geval dat het misschien, hè, dat we, daar moeten nog grote onderzoeken op komen, maar er is net weer een Japanse studie verschenen, die laat zien dat als je gewoon je kamertemperatuur wat lager zet, dat het een associatie geeft met een lager lichaamsgewicht. Kost niks. Integendeel, kost minder. Dat is ook grappig. Hebben deze onderzoekers ook gedaan. Die hebben een stofje toegediend.
Wat ook in rode peper zit, capsaïcine. En dan zie je eigenlijk vergelijkbare effecten. Niet zo heel sterk, niet significant. Maar het lijkt erop, misschien kan je het wel met bepaalde voedingsmiddelen wel nog weer stimuleren. Nou, daar zijn wat hele kleine aanwijzingen van. Daar moet ik heel voorzichtig in zijn, want ik vind het niet heel erg indrukwekkend. Maar bijvoorbeeld groene thee, hè, dat draagt ook bij aan je rustverbranding. Hè, je 24-hour energy expenditure. En drinken van koffie, nou dat zou ik u sowieso willen aanbevelen, want er is net een grote meta-analyse uitgekomen, 1,6 miljoen mensen wereldwijd, dat 4-5 koppen koffie per dag, dat is sowieso risicoverlagend voor hart- en vaatziekten en voor ziekte als kanker. Dus dat kan ik u sowieso aanraden, zeg ik niks mis mee. U neemt er nog een kopje koffie of zo. En iets wat ik dan weer niet aanraad, en dat ziet u hieronder staan, is roken. Daarvan weten we ook dat het bruin vet stimuleert. Dat zal ik dus zeker nooit toch aanraden. Maar u kan dan wel begrijpen dat mensen die stoppen met roken makkelijker in gewicht aankomen. Hè? Dat is niet alleen het meer eten en meer reuk hebben, een smaak, maar ook je bruin vetactiviteit wat een beetje terug kan lopen. Goed, ik had u deze nog beloofd. Het derde mechanisme, hoe stresshormoon cortisol leidt tot overgewicht. Het remt ook je bruin vet. Dus stress is ook via bruin vet, het remt de activiteit, terwijl de bruin vet zo goed is, remt ook weer en draagt op die manier bij tot obesitas. Alles hangt met elkaar samen, u ziet het. Bewegen had ik ook nog beloofd op terug te komen. Bewegen, zeggen we altijd van, dat is natuurlijk goed, ook goed weer voor bruin vet, hè, voor überhaupt je verbranding, je spiermassa. Maar als mensen echt obese zijn, is even 10 kilometer gaan hardlopen, dat is vaak niet een optie. Hè, mensen hebben ten eerste heel veel last van knieën, rug, heupen. En wat ik hoor van ze in de spreekkamer, en dat weten we ook, is mensen hebben ontzettend veel schaamte. Gewoon buiten in je hardloopkleren of iets. Dat mensen hebben ontzettend veel moeite daarmee en die doen dat niet zomaar makkelijk. Dus dat is echt ook wel een dingetje. Wat zijn de richtlijnen die zeggen hoeveel moet iemand nou bewegen? Nou, je kunt het hier lezen, dit zijn een beetje de richtlijnen. Het goede nieuws hier ook in is eigenlijk dat je hoeft ook niet per se hard te lopen of heel erg alles zo intensief te doen. Er is een Britse studie verschenen die laat zien als mensen brisk walking, dus flink ferm doorstappen, hè, flink stappen, dat zelfs betere effecten zou hebben op voor hè, die cardiovascular outcomes. Dus healthy aging, brisk walking, dat is iets wat eigenlijk heel simpel en goed te doen is. En ook hele sterke metabolen gunstige effecten heeft. Wat we weten is natuurlijk dat we los van hoeveelheid bewegen, dat we gewoon te veel zitten. Te veel zitten is los een risicofactor, ongeacht of je 's avonds nog gaat hardlopen. 10 uur zitten achter elkaar, wat gemiddeld heel veel mensen doen, dat compenseer je niet met 's avonds hardlopen. Je moet dat zitten zien te doorbreken. En ook daar is een grappige oplossing voor gekomen, ook niet zo lang geleden verschenen, is fidgeting. Fidgeting, hartstikke gunstig, dat is gewoon een beetje wiebelen met je pennetje, zo. En, of met de voet een beetje tikken. Volgens mij is het meer een karaktereigenschap, maar ik zou hem zeggen, heeft u die eigenschap gewoon doen. He, stoor zich niet aan de collega's die zich aan u stoort. Sterker nog, het hele hart- en vaatziekterisico, wat verhoogd raakt door zitten, kan je hiermee opheffen. Dus dat is eigenlijk een hele makkelijke. Andere tips zijn natuurlijk gewoon, richt je werkplek onhandig in, zet de printer ver weg, sta op af en toe. 1-2 keer per uur of neem vaker even een kopje koffie bij de machine die ver weg staat. Goed. Laatste dikmaker die ik wil noemen, ja, ik kan het niet laten natuurlijk als endocrinoloog om daar iets over te zeggen, zijn er hormonen. Nou, cortisol hebben we het over gehad. De aansturende hormonen worden allemaal in de moederfabriek gemaakt, een beetje de hypofyse, de grootste aansturende klier van het lichaam met allerlei producerende hormonen. Nou, die maakt onder andere, stuurt die richting groeihormoon, groeibelang bij kinderen voor groei, maar bij volwassenen voor lichaamssamenstelling. Wordt het laag, krijg je netto uiteindelijk, gaat het meer vetmassa, minder spiermassa. We weten ook, de schildklierhormonen zijn heel belangrijk. Hè. Het is maar heel zeldzaam dat de hypofyse daarop niet doet. Het is vaker zo dat de schildklier zelf niet doet. We weten ook, hè, gaat dat te traag? Schildklierhormoon stimuleert bruin vetmassa. Dus zorgt ook voor de verbranding. Als schildklierhormoon laag is, dan gaan mensen ook vaak laag in de verbranding. Komen makkelijker aan. Dat is ook vaak een bijdragende factor. Of kan een bijdragende factor zijn. Geslachtshormonen, dat ligt een beetje ingewikkelder. We weten bij de mannen testosteron in de testikels worden gemaakt. Daar zien we vaak bij obesitas dat dat verlaagd is. Testosteron zorgt juist als het hoog is, zorgt voor meer spiermassa en minder vet.
En we weten in de natuur dat met het ouder worden gaat testosteron omlaag. Dat geldt trouwens ook hiervoor, dat gaat ook van nature omlaag. Dus we weten ook op oudere leeftijd gaan we ook makkelijker vet stapelen en worden we ook makkelijker vetter. Het zijn hormonale processen die gewoon in aging erbij horen. Het geldt ook voor oestrogeen, is het wat ingewikkelder. Maar we weten bijvoorbeeld vrouwen rondom de menopauze, dat bij gelijkblijvende voeding vrouwen toch vaak aankomen. En dat heeft onder andere te maken, dat is vaak toch dat de verbranding terugschroeft, heeft te maken met veranderende verhoudingen in vrouwelijke en mannelijke hormonen. En de oplossing daarvoor blijkt ook toch weer niet anders gaan eten, gewoon gezond eten, dat blijft altijd, maar meer bewegen om toch die verbranding op te schroeven. Dat is wel iets daarvoor. We horen ook heel vaak dat dingen na een zwangerschap of pil gebruiken, dat zijn heel vaak hormonale fasen waarin mensen soms enorm kunnen aankomen, wat in gewicht ook weer kan blijven hangen. Eens even kijken. Nou, tot slot. Het Centrum Gezond Gewicht in Rotterdam. Hoe doen we dat nou in de praktijk? Wat doen we daar nou? Hoe integreren we dat nou? Het Centrum Gezond Gewicht is eigenlijk een samenwerking. Dat hebben we opgericht in 2011 met Erika van der Akker en ik samen. En in 2014 zijn we samengegaan met het Sint Franciscus Ziekenhuis. Daar doen ze allemaal bariatrische ingrepen. Dat was in 2014, zijn we officieel opengegaan. En dit jaar, 2016, is ook het Maastad Ziekenhuis in Rotterdam aangesloten. Er wordt ook veel bariatrie gedaan. Wat we gezamenlijk doen daar is diagnostiek naar onderliggende oorzaken, zoals ik net heb besproken, en tegelijkertijd ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes. Nou, hoe ziet dat eruit? Iemand komt binnen bij ons in de spreekkamer en iemand heeft obesitas. Dan kijken we naar al dit soort factoren, hè, de sociale context, de psyche, verbranding, beweging, noem maar op. En op indicatie ook eventueel genetisch onderzoek. En dan kijken we, hè, uiteindelijk willen we weten wie reageert nou op welk type behandeling. Nou, wat voor behandelingen hebben we dan? Die cognitieve gedragstherapie, hè, waarvan ik u eerder liet zien dat die cognities veranderen zo enorm belangrijk is, met gezond eten en bewegen. En waarvan ik hoop dat het in de basispakketten op een gegeven moment opgenomen gaat worden, in welke vorm dan ook. We hebben inmiddels ook een e-health versie ervan ontwikkeld die wat goedkoper en wat simpeler is. We moeten nog kijken of dat even effectief is. De sprint interval training, wat we daar doen is met mensen 2 keer 20 seconden... seconden, even keihard laten fietsen, maximaal intensief, en dat 2 keer per week. 2 keer 20 seconden, keihard, that's it. Dus we noemen het vroeger high-intensity interval training, nu de sprint interval training. En daar zien we soms van enorme goede responders, die echt enorm goed spiermassa aanmaken en diabetes verdwijnt. En bij sommige mensen heeft het geen enkel effect. Dus dat is ook ontzettend verschillend per individu. En dat geldt voor eigenlijk alle therapieën, zelfs bij bariatrie. Bij heel veel mensen enorm goede effecten. Maar ook daar zit een groep non-responders in. En wij willen achterhalen wat werkt nou voor wie. Het zou best kunnen dat de mensen die veel gejojo'd hebben en hun verbranding daarmee verwoest hebben, dat die baat hebben bij die SIT bijvoorbeeld. Nou, dat is er nog een long way to go. Maar dat is waar we mee bezig zijn. Als ik het dus samenvat. Het hele probleem van obesitas is eigenlijk dat we gewoon te simpel denken. En de oplossing zit hem hierin door alle factoren te betrekken die een bijdragende factor kunnen hebben en aan te passen waar mogelijk. En daarbij te stoppen met mensen met obesitas te veroordelen, maar juist te helpen. Dan denk ik dat we met z'n allen heel effectief de obesitas-epidemie tegen kunnen gaan. Dank wel voor uw aandacht en ook dank nog aan de mensen die bij hebben gedragen tot allerlei onderzoeken. Ik wil met name de promovendi, de eerste 5 hier, graag bedanken voor alle bijdragen. Ook de medewerkers van Lifelines en de anderen die erop staan. Dank u voor uw aandacht.